Waar komen deze vandaan? Uit welk gedeelte van Nederland? Nederweert. Nederweert? Nederweert, ja. Door het persoonlijk netwerk wat je dan hebt, of ja, want daarvan heb ik hiervoor bereid gevonden om uiteindelijk toch deze kant uit te komen. Gedeelte van deze Liberation Tour. Naast mij staat Bob. Bob, je bent een van de organisatoren. Ja, dat klopt. Organisatoren binnen onze organisatie. Dus de Stichting Dutch Liberation Tour Canada. Ontzettend veel werk, denk ik, in de voorbereiding. Echt ontzettend veel. We hebben normaal gesproken een voorbereidingstijd van 1,5-2 jaar nodig. En dat hebben we nu in pak een beetje 9 maanden moeten doen. Eigenlijk te kort, maar ja, we proberen er het beste van te maken. En nou is dit de 5e, begrijp ik. Komt er nog een 6e? Er zijn wilde plannen. We willen zeker in de toekomst door blijven gaan. Wat we wel alvast willen en kunnen melden is dat dit echt de allerlaatste editie is van Rob Koster. Dat is eigenlijk de organisator die het eigenlijk allemaal heeft opgezet. Dus ja, dat maakt wel bijzonder dat we eigenlijk voor hem de laatste editie. En ja, daarna zal ik een van de mensen zijn die het over gaat nemen. Die ermee verder gaat. Beste mensen, als u hier op 4 mei de afgelopen jaren ook heeft gestaan, weet u dat we hier een oorlogsmonument hebben. Wat is geadopteerd door de 3 basisscholen van ons dorp. De Groen van Prinsen School, de Petrus en Paulus School en de Regenboogschool. Oorlog, veel verdriet, niemand blij. De wereld is van iedereen, gelukkig zijn wij hier nu vrij. Liberation Tour. En wij zijn vandaag Liberation Tour. Wij zijn een van de stoeten, een van de routes die gereden wordt. Er wordt een route gereden vanuit Putten, een route vanuit Zeeland, denk aan de slag op de Westerschelde. En de route die wij vandaag rijden, die gaat van Dinteloord naar Steenbergen. Steenbergen de Welberg, waar we stapvoets voorbij zullen rijden bij de klok. En dat is het Klaprozenveld. Daarna gaat het naar Halsteren en komen we samen met de andere stoeten in Bergen op Zoom, waar ook een defilé gehouden wordt, net als in Steenbergen.
Goedemorgen, beste kijkers. We zijn vandaag in Steenbergen, waar we 80 jaar bevrijding gaan vieren. We zijn momenteel op het Marktplein. De burgemeester komt zo een krans leggen. Er zijn allerlei hooggeplaatsten en oudgedienden aanwezig. Het wordt een bijzonder evenement. Gaat u met ons mee? Ben jong in deze gelegenheid tussen alle oude heren? Zo kan je het wel zeggen, ja. En wat heeft u met de 80-jarige bevrijding? Mijn opa die heeft zelf ook een Willy Jeep. En die heeft mij er altijd vanaf jongs af aan alles over verteld. En zeg maar erin meegetrokken. En ik heb bij dit bedrijf heb ik stage gelopen. En ik mocht mee. Ja, we staan nu bij een prachtig voertuig. Wat is het precies? Het is een Amerikaans voertuig van de Amerikaanse infanteriedivisie. En dat was een verkenningsvoertuig, een zogenaamde machine gun jeep. En die opereerde in een squad van 14 jeeps en een panzervoertuig 20 mijl voor het front uit. En die keken waar de vijand zat, moesten zichzelf goed kunnen verdedigen. Waren dwars van allerlei toestanden, zoals een voorraam, dat hadden ze niet nodig, koppelpaal hadden ze niet nodig. Alleen om zichzelf goed te verzorgen en te kijken waar de vijand zat. Een verbinding te leggen tussen het hoofdkwartier, ja. Om dat door te geven. En wat betekent dat voor u? Oh, waar ik geboren. Ik ben van 39 en de 40 jaar kwam de oorlog natuurlijk. Hè. Toen was de oorlog afgelopen natuurlijk. Hè. Ja, het was leuk wat dat betreft. Nou, leuk dat u erbij bent. Engelse koeken eten en zo allemaal. Maar die Engelse normaal, die kwam, die kan het deze normaal. Maar ja, de koek dan maar op een knappel natuurlijk. Dat was een toestand. Ja, we zijn het overleefd hoor. Goedemiddag dames en heren. We zijn vandaag bij de 80-jarige bevrijding. En we rijden mee in de kolonne met militaire voertuigen. Ik zei veel mensen komen kijken. De sfeer zit er goed in. En we gaan er een mooie dag van maken. Was a famous trumpet man from old Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now. We hebben de slag om de Welberg natuurlijk gehad hier. En daar zijn heel veel militairen omgekomen. Er was heel veel verzet om de Welberg te ontzetten. En vandaar dat hier ook altijd ieder jaar een grote herdenking is. En we komen zo langs de klok van Welberg, die ook in connectie staat met de Canadese klok in Canada. En daar doen ze ook ieder jaar de herdenking gelijktijdig met de Welberg. Dat is wel bijzonder. Dat is zeer, zeer bijzonder. Ja. Dus jullie hebben contacten met Canada? De stichting Welberg heeft daar inderdaad contacten mee. En die komen dan ook ieder jaar wel deze kant op. Dus volgend weekend zullen er ook een aantal Canadezen hier aanwezig zijn. Wat gaat er volgend weekend gebeuren? Dan is de herdenking om de slag om de Welberg. Dat is officieel 2 november. En dat is volgende week.
prachtige dag. Bijzonder om iedereen langs de kant te zien staan. Hoe enorm er toch weer teruggekeken wordt, die 80-jarige bevrijding natuurlijk. En ja, wij natuurlijk als een stelletje fanaten hier allemaal bij elkaar. Maar het doet je altijd wel wat om te zien. En mensen altijd weer blij zijn als ze het allemaal zien. Dan denk ik, wauw. Ja, en ik zag ook een paar emotionele mensen. Dat vond ik ook wel bijzonder. Ja, ja, dat precies. Dat geeft ook aan hè, dat het mensen toch allemaal wel realiseren dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is. Hè. Dus kijk wat er gebeurd is om ons land te bevrijden. Wat er allemaal voor moet gebeuren. En dan kijken we even een dagje op terug. Fantastisch weer. Wat dat betreft inderdaad, we kunnen ons wat dat betreft niet meer veel mensen dan we nou hebben op dit moment. Ja, hè? En wat betekent 80-jarige bevrijding voor u? Veel. Ja? Ja, vrijheid. Hè? Dat is het grootste goed wat we hebben. Zeker nu in deze tijd. Denk ik dat we er best trots op mogen zijn nu. Ja. Hij komt uit Griekenland. Het is een Sherman M4A3 met een 105 mm kanon. En ook al die onderdelen, ik zit net nog kijken, dat hebben we daar vandaan gehaald. Dat daar, dat daar, dat zus, dat zo. Helemaal uit elkaar geweest. En hij is helemaal weer als nieuw. Hij is gebouwd in eind 44. En uiteindelijk heeft deze tank nog, uiteindelijk in de oorlog nog, met name in Zuid-Duitsland, heeft hij meegevochten. En deze tank is op een gegeven moment door de 20e divisie rond München in bedrijf genomen. Waarom de 20e divisie? De 20e divisie was in Amerikaanse leger de opleidingsdivisie. Dus alle Amerikaanse tankers zijn opgeleid door de 20e divisie. Toen op een gegeven moment natuurlijk de man die achter de rug was, toen zei de 20e divisie, nou gaan we voor het Echi. En die hebben het hele boel bij elkaar gepakt in Amerika, op de boot gestapt, uiteindelijk in Antwerpen uitgescheept, met vrachtwagens richting München getransporteerd. En daar stonden die tanks klaar en hebben ze uiteindelijk dat hele stuk naar München, Salzburg, dus helemaal Oostenrijk, hebben ze nog vechtend uiteindelijk de oorlog voor hun doen ook beëindigd. Oké, en wat is jouw taak vandaag? Ja, ik zit gewoon te zwaaien naar iedereen. Dat is mijn taak vandaag. En kunnen ze jou wel zien als je erin zit? Of steek je dan gewoon eruit, net als nu? Maar als ik erin zit, niet. Maar ik steek gewoon mijn hele bovenlichaam er ongeveer de hele dag uit. En rij je wel eens vaker mee op dit soort evenementen? Ja, steeds vaker. Wat leuk. Dit is nu mijn tweede. Dus... Wil je later ook bij Defensie? Ja, misschien voor voertuigmechaniek, niet om te vechten. Waar die echt brengen? Kom op, sluit. Ik heb al. Hoe gaat het met u? Emotionele dag vandaag? Het is de laatste tour waar u bij bent. Ja, helaas. Aan één kant, maar goed, het neemt zoveel tijd, energie en. Ja, het vreet aan je bij wijze van spreken. Dus daarom is het resultaat mooi als het zo uiteindelijk dan toch. Weer neergezet wordt zoals nu. Maar goed, we maken er iets moois van, dus dat was ook de bedoeling. Zo is het. Ja, exact, dankjewel. Dus wat dat betreft, het loopt vrij goed nu nog. Hier en daar een klein schoonheidsfoutje, maar dat is voor de evaluatie. Zo is het, en het is fantastisch weer. Gelukkig wel, want daar valt of staat er natuurlijk mee zo'n evenement. Als het goed weer is zoals nu, dan heb je ook alles mee natuurlijk. Maar je ziet ook de reacties van het publiek. Ik heb zelf ook wel eens af en toe het idee van nou dat mensen denken, of dat, want dit loopt natuurlijk door tot volgend jaar, want dan is echt heel Nederland bevrijd. Maar dat veel mensen denken van nou dit zal misschien wel eens de laatste editie kunnen zijn in deze omvang, zoals we dat nu allemaal meemaken. Dus kijken wat er allemaal gebeurt op de wereld. Wat betekent nou vrijheid voor u? Ja, alles natuurlijk. Hè. Ja, meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Dus, Is dat tegenwoordig niet erg onder druk, vrijheid? Nou, op de vier plekken wel. Ja. Ja. Waarom voeren mensen allemaal oorlog? Ik denk van, als het dus financiële oorzaken hebt en dergelijke. Financiële? Ja, dat denk ik wel. En ja, daar gaat het om natuurlijk. Ja, precies. Ja. En ze zouden het nou een beetje geleerd moeten hebben na twee wereldoorlogen kort achter elkaar, maar nee, ze leren het dus nooit volgens mij. Er blijven er altijd bij die er in ieder geval beter van willen worden. Wat is vrijheid voor jou? Dat iedereen gelijk is en dat er geen dat er geen ongelijkheid is. Mm-hmm. Dus dat iedereen zijn eigen mening en iedereen zijn eigen mening mag hebben. Okay. Nou zijn. Dit is daar een mooie afspiegeling van. Veel jonge mannen die uit Canada gekomen zijn. En die hebben gevochten voor onze vrijheid en hun leven hier gelaten. Hè? Ja.
Hoe zou dat zijn als het andersom was, het jou zou overkomen? Ja, het lijkt me eigenlijk aan de ene kant wel mooi, zeg maar, om voor andere landen te helpen. Dus andere mensen helpen. Maar aan de ene kant ook weer eng. Ja. Maar als ze Nederland binnen zouden vallen, dan zou je dan wel zeggen van, daar ga ik tegen vechten? Denk het eigenlijk wel, want dat wil ik later ook worden. Iets of politie of om mensen te helpen. Dus het lijkt me wel mooi om andere mensen te helpen. Ja. Maar in Canada gaan vechten, dat is een ander iets. Ja. Oh. Wat vind je van dit soort organisaties? Ja, dat is schitterend. Ja, ja, weet je, dit zijn de dingen, juist een van de dingen hoe je iets levend kan houden. Ja. Ik heb het net met die man ook over. Dat zijn liefhebbers. En juist hun zorgen ervoor dat dit blijft. Ja. En dat er zoiets leven kan blijven. Ik zei het net tegen die man ook. Ik heb die vooral van mijn vader en moeder meegemaakt. Ja. Vaak over gepraat, wat ze meegemaakt hebben. Ik heb die vooral 100 keer gehoord. Maakt niet uit. Ik vertel dat weer tegen mijn zoon. Ja. Mijn kleinzoon staat daar weer. Kom mee kijken. Juist. En ja, ik vind dat belangrijk. Dat is heel goed. Ja, de jeugd moet het verder uitdragen. Ja, 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 zeker, zeker. Dit is echt iets van me blijven. Ik sta bij Erik van Meer. We hebben het net over de vrijheid en de oorlog die hier en daar is. En jij had een hele mooie slogan uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, don't ask what your country can do for you, but just ask what you can do for your country. Vrijheid is niet gratis. Het is keiduur. Men realiseert zich dat niet. En ik vind het triest dat heel veel mensen een beetje gaan lopen lantrefanten. Gaan lopen zeuren. Zet je schouders eronder. Nou, ten eerste voor de vrijheid die we natuurlijk terug hebben. En dat vind ik wel het kleinste wat we terug kunnen doen. En het ziet er natuurlijk ook de toepasselijke bloem. Krijgt iedere voertuig een bloem? Ja, ieder voertuig verdient in ons ogen een bloem. En ik vind het ook belangrijk dat bedankt wordt. Hartstikke mooi. Ja, zeker. Ik ben er heel erg blij mee dat we het ook kunnen doen en ook mogen doen. Ik vind het wel mooi om iets kleins, wel iets terug te kunnen doen. En wat is uw functie vandaag dan? Normaal gesproken, ja, we zijn allemaal vrijwilligers. Wat we doen als vrijwilligers, heel veel sleutelen aan voertuigen. Want de SCKL heeft van alle voertuigen die ze ooit gehad hebben binnen de defensietak vanaf 1940 tot heden, zelfs tanks. We hebben nog allerlei exemplaren rijdend en die gebruiken we dan bij evenementen als deze. Dus we sleutelen er heel veel aan, dat is leuke. Maar hier kan je nog aan sleutelen. En daarna dan mag je er ook zelf in rijden. Dus met dit soort evenementen is natuurlijk prachtig. Ja, dat is geweldig. Die erop afkomen, dat is echt uniek. Echt zoiets van, dat had ik nooit willen missen, zoiets. Mijn functie is voorzitter requisitecommissie, Koninklijke Landmacht. Die verantwoordelijk is voor instandhouding militair erfgoed van de Koninklijke Landmacht. En vandaag nemen wij deel aan de bevrijdingsrit hier in de Brabantse Wal en met de afsluiting bij het defilé in Berg op Zoom. Doet u vaak dit soort colonnes mee? Wij doen vaker mee. Eigenlijk zijn we al pauzeloos onderweg vanaf september tot dit weekend. Voor ons is dit het laatste weekend en sluiten we de bevrijding van Zuid-Nederland af. En dan volgend jaar hebben we Midden-Nederland, Oost-Nederland en Noord-Nederland. We zijn ondertussen in Berg op Zoom aangekomen. Waar alle voertuigen zo worden opgesteld en waar het defilé gaat plaatsvinden. Brian Telty, captain with the South Alberta Light Horse. And how is it for you to be here? Oh, it's a big privilege. It's a big privilege for us to be here. It's a long way to come, but it's an important event. We need to carry it on. You are here with how many people? There's just the three military people here, but we have a tour that we're leading around the Netherlands, so we're 19 people total. So you are also visiting other cities? Correct, yeah. Bergen op Zoom, Steenbergen and Welberg, which are associated with our regiment. Oh, I love Bergen op Zoom. I've been here many times before. It's a wonderful weekend. It's a great event. Ik ben van het 130 squadron van de luchtmacht. En ik zie dat u een hele peloton met jonge mensen heeft meegenomen. Ja, dat klopt. Wij leiden luchtmachtmilitairen op. En dat is algemene militaire opleiding.
En u dacht, die neem ik gewoon mee vandaag? Nee, ik had het gevraagd of er vrijwilligers waren. En deze mensen hebben zich vrijwillig allemaal opgegeven om het weekend op te offeren voor deze ceremonie. En wat gaat u doen met deze mensen? Nou, we marcheren ze zo meteen af door de stad heen. En verder gaan we heel veel genieten van alles wat er om ons heen gebeurt. Hey. Nou, wij hebben elkaar meegenomen, de veteranen van de Brabantse Wal. Want we hebben hier verzameld, we zijn in twee groepen opgedeeld. Maar in principe zijn het allemaal veteranen Brabantse Wal. Ja. Want de vliegbasis die staat daar, zeg maar, de mariniers die staan daar. En wij zijn deze twee detachementjes hebben we kunnen vormen. Wat vindt u ervan dat er na 80 jaar nog steeds herdacht wordt? Heel erg broodnodig. Ja, als je de tv aanzet, dan zie je allerlei oorlogen komen. Dus het doorvertellen van dat verhaal, blijven herdenken, met jeugd daarbij. Want ik sta ook zelf weer woensdag voor de klas, om het verhaal door te geven. Ik ben Stef Hemmans, oud-marineman. Oud-marineman, en dat betekent, waar ben u zo al geweest? Eigenlijk wereldwijd. De tropen, een paar keer de oost, de west, de polen. Ja, eigenlijk over heel de wereld. Eerlijk is eerlijk. Een paar uitzendingen gehad. En, ja. En wat was uw functie precies? Laat ik zo zeggen. Ik ben als matroos aan dek in dienst gekomen. Toen op een gegeven moment brevetten bijgehaald, navigatie. Toen later ben ik naar de artillerie gegaan, luchtverdediging. Bij de mijnendienst, mijnenbestrijding. Ja, en dat wisselde elkaar altijd zo'n beetje af. Dus nooit een eenzijdige job. En hoe kijkt u nu naar de wereld zoals het op dit moment gaat? Een beetje een rotzooitje. Ja, natuurlijk ellende in Rusland en daar het oosten. Ja. Ik hoop dat de mensen een beetje tot reden komen. En in gesprek gaan met elkaar. Ja. Nou zijn, met alle respect, over het algemeen meer ouderen. Maar hoe gaan we de jongeren betrekken in de toekomst? Nou, ik denk toch veel betrekken bij dit soort evenementen. En wat meer, laat ik zo zeggen, reclame geven van Defensie uit. En de jongeren proberen te lokken. Ja. Want het is en blijft toch een mooie functie. Eerlijk is eerlijk. En wat gaan jullie doen vanmiddag? Toch lopen. Ja. Gewoon meelopen? Ja. En wie heeft gevraagd of jullie mee zouden doen? Organisatie van Tweestrijd. En heeft hij dat bij jullie op school gevraagd? Of, Vorige week hebben we meegedaan aan het toneelstuk Tweestrijd. En daar hebben we dan mee gerepeteerd. En toen vroegen ze of we hier ook aan mee willen doen. Ik ben gewoon, zoals iedereen, een vrije rijder met mijn eigen eigendom. Ik ben 50 jaar lid van Keep Them Rolling. En ik heb er veel van DVD's meegemaakt, ook hier, 5 jaar terug ook. Wat heeft u voor voertuig? Iets voor mijn kleinzoon, want ik ga over de 80 heen. Zo. Wat moeilijker om erin te komen, wordt een beetje stijf. Dan moeten we het doorgeven. Dat heb ik gedaan. Ik ga naar mijn kleinzoon, maar de Nederlandse wet schrijft voor, je mag zonder rijbewijs mag je geen auto bezitten. Het is een hobby, ik doe het al 50 jaar, meerdere types gehad. Dit is de laatste met een aanhangwagen. Wat voor auto is dit? Dit is een Ford Jeep. Dat is het verschil eigenlijk in een balkje in de voorkant en wat nummertjes overal ingeslagen. En deze die is van 42. Goedemiddag, we zijn in Bergopzoom. We rijden mee in de kolonne. We zijn op weg naar het einde van de rit, waar de burgemeester straks het défilé zal afnemen. De massa is hier weer in grote getalen aanwezig. We rijden langs de Markiezenhof en de kolonne gaat weer verder. We zijn bijna aan het einde gekomen van de kolonne, van de rit door de stad. We draaien nu zo de markt op. Thank you.
He was a famous trumpet man from all Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand. Because the next day the cap went out and drafted a band. And now the company jumps when he plays reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. A toot, a toot, a toot, a toot, he blows it eight to the bar. In boogie rhythm, he can't blow a note unless the bass and guitar is playing with him. He makes the company jump when he plays reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. He was a boogie-woogie bugle boy of Company B. We zijn in Bergen-op zo net over het Marktplein heen gekomen. De tocht gaat nog een stukje verder. De mensenmassa is enorm. Ja, fantastisch. We hebben 5 jaar geleden hebben we natuurlijk dit ook georganiseerd met z'n allen. En toen was het al heel indrukwekkend. Maar vandaag was het echt ongelooflijk. Het aantal mensen wat erop af is gekomen, ook in Steenbergen, maar ook hier in Bergen op Zoom. Ja, dat is gewoon hartverscheurend. En ik hoop ook dat uiteindelijk mensen ook even het moment hebben genomen om na te denken waarom die vrijheid op deze manier ook gevierd wordt. Want er is genoeg aan de hand natuurlijk in de wereld. Dus laten we daar ook even bij stilstaan. Maar los daarvan, als we dat even gedaan hebben, geniet nog van de dag, want het is een fantastische dag. Ik ben enorm trots op de mensen die het georganiseerd hebben. Er zit heel veel werk aan, maar het is het echt de moeite waard. Nou Maries, een geweldige dag. Kan niet anders zeggen. Ik weet niet wat jij ervan vindt. Ik ben het heel met je eens. Ik ben vanochtend om 8:30 zijn wij in Dinteloord begonnen. En als ik zie hoe enthousiast al onze inwoners waren en hoe druk het was. Het heeft mij echt, echt positief en heel enthousiaste ochtend en dag hebben meegemaakt. En dan zoveel aan de kant, zwaaien, lachen, maar ook heel veel emotie gezien. Ja, ja, mensen die echt oprecht betrokken waren. En dat je zag het binnenkomen, het herdenken, hè, het verbinden met elkaar, maar ook het vieren van de vrijheid. Je zag dat die mensen echt mee bezig zijn. En dat pakte mij ook wel eerlijk gezegd. Ja, ik denk dat dat zeker een stempel drukt in deze tijd waar het zo onrustig is, hè? Ja, dat is het denk ik. Kijk, je ziet nou wat er in de wereld gebeurt. En dan zie je hoe het hier gaat in Steenbergen. En dat we daar een moment hebben om dat te herdenken en dat een plaats te geven. En dan hopen dat het dan op een gegeven moment helpt om daar een beetje vrede mee in de wereld terug te krijgen. Jonge mensen die zouden dit voort moeten kunnen dragen. Gaat dat gebeuren, denk je? Ja, ik denk het wel. Ik denk het is gewoon een kwestie ook nog van aanhouden. Nou is natuurlijk vandaag deze tour, maar er is nog veel meer de komende tijd. Ja. We hebben hem even erbij gepakt, hè. We hebben een foldertje. Daar staan alle dingen op, want ik denk dat het belangrijk is dat mensen daar weten wat ze allemaal kunnen doen, hè. Want we zitten dan de volgende activiteit. Is 2 november, ja, hè? Dat is 2 november, dat is volgende week zaterdag. Dan gaan we het Klaprozenveld in de Welberg gaan we openen. Dus dat is een hele ceremonitaire nagedachtenis van de gesneuvelde Canadese soldaten. Als ook de Welbergse slachtoffers die tijdens de afronding van de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen daar. Dus dat is zaterdag een heel vol programma. Dus iedereen is welkom natuurlijk om daarbij aanwezig te zijn. Ik begrijp dat kinderen van de Piers-10 school daar altijd een aandeel hebben. Ja. Die doen daar altijd volop inderdaad aan mee. Om, ja. daar aan de viering mee te doen. Ja. Okay. Nou, we hebben nog meer in petto, hè? Ja, klopt. Dan gaan we opvolgend het Requiemconcert. Dat is in de Nederlands hervormde kerk in Steenbergen. Dan natuurlijk Allerzielen op 2 november. Dat is voor iedereen natuurlijk, dat is altijd. Herdenkingsdienst 9 november. Dat is in de hervormde kerk in Dinteloord. Daar is een herdenkingsdienst, zal daar plaatsvinden. Op 10 november een ecumenische viering. Dus dat is met verschillende kerkgemeenschappen in de Gumariskerk in Steenbergen. De Nationale Dodendenken natuurlijk, maar dat is weer in 4 mei. Ja. Dus dat is weer wat later. Dat wordt weer herdacht en gevierd op 5 mei middels een fietstoer samen blijvend herdenken.
En dan natuurlijk het, op 5 mei ook het bevrijdingsfeest, de Dinteloord, wat elk jaar, of ja, wat zeker aan te bevelen is om naartoe te gaan. En we sluiten af natuurlijk met het Vrijheidsconcert op 5 mei. En dat is in het Kromwiel en Krommeweg in Steenbergen. Dus wat dat betreft staat er heel veel leuke dingen op het programma. Dus nodig iedereen uit om daarbij aanwezig te zijn. En daarmee ja, de viering van onze 80-jarige vrijheid. Ja, want vrijheid is natuurlijk een bijzonder woord, hè? Ja, en een kostbaar woord. Het is heel makkelijk gezegd en gedaan, maar je ziet maar nu in de wereld hoe moeilijkzaam het is om op een gegeven moment vrijheid te blijven. En dan is het heel bijzonder. Het is de eerste keer, en zolang dat we als mensheid leven, dat we 80 jaar in Europa 80 jaar vrijheid kennen. Hè? Dus in ieder geval in de Europese gemeenschap. Dat is eigenlijk nooit voorgekomen in de geschiedenis. Hele mooie dag achter de rug, hè? Het was een hele mooie dag vandaag. Ja. Zeker. Ja, we zaten hier met drie cameraploegen. De hele route van Dinteloord naar hier, hè? Ja, klopt. Wij zaten eerst in de tweede auto, maar die kreeg pech. Ja. En toen moesten we overstappen. Gelukkig was er een andere auto zo vriendelijk om even te stoppen. En daar mochten we op verder rijden. En zo hebben we de tocht verder afgelegd. Het liep gesmeerd. Ja, dus, zeker. Ik hoop over 5 jaar weer.